for the Molly Maguires. They're drinkers, they're liars, but they're men. Make way for the Molly Maguires. You'll never see the likes of them again. Down the mines, no sunlight shines. Those pits, they're black as hell. Ja, vanmiddag is het motorschip Marina de Eemhof in gebruik genomen. Kapitein op dat schip is Jan van 't Willet. Jan, ben je trots op je schip? Ik ben trots op het schip. En ik ben niet alleen kapitein. Hè. Ook mijn schoonzoon, Lammert Bos. Ja, we hebben wat we wouden en in onze gedachten hadden. Ja, dat is er. Ik heb begrepen dat er heel wat uurtjes eigen werk in zit, hè? Ja, met name Lammert Bos. Die heeft inderdaad vanaf de eerste stukje staal tot het laatste stukje echt helemaal mee geholpen. En ik denk dat hij nu op dit moment zelf ook al een bootje wel in elkaar kan zetten. Ja, het is een ferry. Betekent dat hij een dienst gaat onderhouden tussen de Eemhof en hier de haven? Onder andere. Maar ook, je hebt natuurlijk bepaalde dagen, uren in de week of in het jaar. Ja, dan weten we gewoon, nu wordt het gewoon heel druk. Hè. Noem maar de Spakenburgs dagen. Ja. En dan kunnen we dat gewoon inzetten. Maar wat ook is... We hebben het regionale functie in Flevoland en met name de fietsers en de lijnbusdienst. Ja, die stoppen ook bij de Eemhof en die stappen op de boot. Dus ja, we hebben, dan komen we daar en dan hoe krijgen we ze weg? En, okay. Ja. Is dat ook een beetje bedoeling dat je je fiets mee kan nemen hier naartoe? Ja, en met name de fietsers, dat wordt ook steeds meer. Weliswaar allemaal met een motortje, tillen. En ja, dat is met de Zuidwal is dat toch een beetje beperkt met het aantal fietsers. Okay. Nou, het is een groot schip, er kunnen 180 man op, zag ik. Heb je ook het gevoel dat iedere keer uitverkocht is? Nee, maar ik bedoel, je laat zo'n schip keuren door de scheepvaartinspectie. En je vraagt aan het hoogst mogelijke aantal. Ja. Kijk, het zal weinig of nooit gebeuren, al was de medetrip, de eerste vaart die wij moesten doen, ja, dat was meteen, ik geloof, 140 man. Ja, vorige week hadden we dan een visserscore erop. Ja, dat bestaat dan uit 50 of 60 man. Ja, dan zijn we natuurlijk benieuwd straks nog even aan Lammert vragen hoe dat allemaal gegaan is. We gaan nog even een kijkje nemen op je schip. Is goed. Dankjewel. Kom aan boord. Down the mines, no sunlight shines, those pits, they're black as... Ja, hadden we net een gesprek met Jan van 't Willet. Het is hier de grote man Lammert Bos. Er werd al erg over je geroemd dat je die hele marina de Eemhof in elkaar gezet hebt. Dat is een forse klus geweest. Ja, nou, ik heb het niet alleen gedaan hoor. Oma Aart, Flevo Jagdbouwmede, die hebben dan de bouw gedaan. Maar ik heb zelf wel 3 maanden... fulltime meegewerkt. Ja. Ja. Hoe ontstaat nou zoiets? Op de tekentafel of is er een modelletje? Hoe werkt dat? Nee, we hadden het vorig jaar wat drukker. En toen zaten we een keer met elkaar, we moeten iets hebben waar we gewoon veel mensen mee kunnen vervoeren. En ja, ook tegelijkertijd. En ja, toen kwamen we met het idee van een soort bak, ponton. En daarmee zijn we naar Flevo Jagdbouw gegaan. En toen hebben we gezegd, ja, we willen een soort bak, ponton, maar toch wel iets met Italiaanse sferen. Nou, toen zijn ze naar een tekenaar geweest, Martin Bedebreker. En die heeft een schetje gemaakt voor ons. Ja, en dat schetje, dat was eigenlijk precies wat we bedoelden. En daar zijn we mee beginnen te bouwen. En in de bouw, heeft hij wel 100 aanpassingen gehad. Maar ja, zo is het wel geworden zoals het nu is. Wat meer rondere hoeken erin, een beetje oplopend van voren. Ja, iets wat meer boot gemaakt, zeg maar, als... Maar is het nou de bedoeling dat het alleen vaart als het lekker weer is? Je kunt wel droog staan, maar het is ook heel veel open plekken. Ja, je moet het zo zien. Als wij druk zijn, dan is dat ook met mooi weer. Ja, dus dan hebben we hem ook nodig.
En met slecht weer natuurlijk, dan gaan we zelf niet in de regen staan. Dan nemen we de Zuidwal. Ja, ja. Maar mocht de Zuidwal aan de dagcharter bezig wezen, en dat is toch meestal zomers, dan gaan we er vanuit dat we mooi weer hebben. Ja, ja. Is nou de bedoeling, want dat vroeg ik net Jan ook al, dat dit gewoon een ferry wordt van de overkant naar hiertoe? Ja, deze boot is echt voor het overzetten van mensen van zowel van Spakenburg naar Eemhof of van Eemhof naar Spakenburg. En dat wordt natuurlijk volop gepromoot aan de overkant? Ja, ja, ja. We hebben daar goede connecties met Willem Zijl. Die is daar de jachthavenbeheerder. En met de brasserie Zuiderzot. En ja, natuurlijk het Centerparks gebeuren wat erachter zit. Die zorgen natuurlijk wel voor onze klanten. Nou, we gaan het van de zomer bekijken. Dankjewel, Amit. Ja, graag gedaan. Een mooie schuit. Noem het maar een ferry. De eerste ferry van de Eemhof naar de haven van Spakenburg. We wensen natuurlijk de beide heren veel succes. Dit was RTV Actueel. Tot de volgende keer. Dag.